outside is frightful. Hallo, goedemorgen. Het is nog geen kerstmis, maar bijna. We zijn toch al 6 november of zo, ik weet het niet. En ik ga vandaag kerstshoppen samen met Celine. We zijn onderweg naar Flora Lux in Ham. Dus dat is onze eerste stop. Ik ben heel benieuwd als we iets gaan vinden. We zijn in heaven, hè. We weten al niet wat we moeten kiezen allemaal. Hier is zoveel kerst. En er is kerstmuziek, hè. But the very next day. Wait. Ik ga nu heel snel naar de Primark kijken of daar nog iets is. Ik ben eindelijk terug binnen. Allee, thuis bedoel ik. Dit is al een sneak peek. En hier hebben we nog. Woehoe! Ik wou nog gaan sporten, maar dat zal er niet meer in zitten. Want om 7:30 gaan we eten. Ja, Milky. Met Sam zijn ouders voor Sam zijn papa zijn verjaardag. Maar ik heb al honger. Het is nu bijna 6:00. Dus ik ga heel snel gewoon één toastje met kaas of zo eten. En ik weet niet als ik er nog iets op ga doen. Gewoon kaas, denk ik. Voilà. Krakotte-achtige dingen met tomaat en kaas. Yummy. Gaat smaken. En ik ga even nog een vlog monteren, denk ik. Allee, toch al een stukje. Ik krijg dat pas afwasmachine niet op. En dan ga ik me beginnen klaarmaken. Want ik had vandaag mijn haren niet gedaan. Maar die pluizen heel fel. En dan zijn die zo heel dik, mijn eigen haar. Dus ik ga ze stylen, denk ik zelfs. Onze Johnny Sam is ook thuis. Je was weer een pittige bier. Er is geen bier. Ah, jawel. Jo, zijn ik thuis? Hallo, jongstut. Oh. Het ziet er echt zo... Weet je op wie je dan lijkt met dat Marcelke? Nee. Of die ene van de bakkeljauws, Frankie. Frankie. Frankie, van de bakkeljas. Alleen een gouden kaart. Ja, inderdaad. En dan zei je Frankie. Ja. Mooi, mooi, mooi. Dat is wel beter, ja. Ja, alleen dan nog toedoen. Oh, dat mag ik zo. Nee. Oké, we gaan vertrekken. En dit is mijn outfit. Ik ga het zo proberen te laten zien. Jas is Bershka. Mijn... truitje is heel oud, maar ik denk H&M. Ik heb een zwart kort t-shirt van de Zara. Mijn broek is Bershka en mijn schoenen zijn Totally Too. We zijn iPhone bij Giuliano. En we wachten nog even op Sam zijn ouders. Dus die dachten dat we die kwamen uithalen. Sam had verkeerd gecommuniceerd. Maar ja, okay. It's all good, hè. Wisten jullie trouwens, als jullie bij Giuliano komen eten, dat Sam de menukaarten heeft gemaakt? Hè? Dus, Sam's work, hè. Net terug thuis van Giuliano. Giuliano blijft toch een van mijn favorites of all time in Hasselt zelf. Ik eet er super graag. We hebben allebei spaghetti alla vongole e scampi gegeten. Een van onze favorietjes. En nu zijn onze katjes weer blij dat we terug zijn. En Muffy? En Muffy, Snuffy? Kijk eens hoe blij Muffin is. Oh, Muffke! Ze blijft zitten. Oei! Amai! Dank u! Krijg je nu gezegd. Dank u! Mijn stinky winky.
sweetie. En nu is het genoeg geweest. Echt. Ja, nu wil die bij mij, denk ik. Ja. Oh, wat ik ben jongie. Oh, nee. Oké. Okay. Heb je ook lekker eten juist? Ja, heel lekker. Goed hè? Mijn favoriete vangolij. Buiten die van mijn papa. Ja, de... Papa, papa's jouw eerste. Is altijd het beste. Slijmbal. Zeg, ik vind dat oprecht echt. Ja, ja, dat en is waar. En deze vind ik wel het tweede beste, moet ik zeggen. Ik heb al heel veel vongolen gegeten. Ja, maar qua Italiaans is dit toch de beste. Maar echt zo de smaken van Italië. Allee, zo de echte vongolen. Zo. Gewoon ja. De spaghetti, de vongolen, een beetje olie, een beetje tomaat, een beetje lekker. Snap, dat is een, ja. Maar ja. Niet te veel poespas zo erbij, snap je? Ja, dat is waar. Soms krijg je zo... Echt traditionele smaak. Voor alle dingen bij vongolen, maar dat hoeft voor mij niet. Ik wil gewoon Italiaanse vongolen. Yep. Good job. Vind je mijn broek mooi? Ja, dat heb ik er straks ook al gezegd. Je hebt knievorming. Ik heb knievorming. Knievorming! Oh nee. Ziet je dat? Ja, ik zie het. Ik vind het zo raar, hè? Hier is knievorming. Ik vind het een beetje gek. Waarom? Ik weet niet, ik ben er niet gewoon, hè? Zo'n losse broek. Zo'n losse broek? Ja, ik draag altijd. Ja, altijd skinnies. Maar wel hoog, hè? Hoog heb je ja, wel altijd. Ja, deze is ook hoog, hè? Ja. Kijk, het high. It's high. Dat vind ik goed. Hoog is altijd goed, maar het is zo raar dat dat zo is. Dat dat zo is. Ik vind het heel mooi. Ja? From head to toe. You're beautiful. Goedemiddag, het is de volgende dag ondertussen. Wij zijn in Antwerpen. En we zijn, ja. We hebben hier nog ooit gestaan, dat we niet wisten. Ja, dat was met signaal. Ik heb een flashback. Ja, dat was met signaal, denk ik. Ah ja, dat is waar. Nu gaan we naar een event van Sony. Dus even het adres zoeken en dan zijn we on our way. Hè. Jij? Heb jij mij gemist? Oeh, zit je moe? Zit je moe? Ik ben terug thuis. Het was heel tof op het Sony event. Het was wel leerrijk. Ik heb van alles bijgeleerd. Nieuwe producten ontdekt van Sony. Dus dat is wel kei leuk. En nu denk ik niet dat ik nog iets speciaals ga doen. Ik ga... Denk ik zelfs fitnessen met Sam. Die is normaal over een half uur wel thuis. En dan ga ik eten maken. Dus dan ga ik niet meer filmen, want dat zijn de dagelijkse dingen. Nothing special, dus ik ga hier de vlog afsluiten voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Er is ergens een haar. Aha, dus hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker thumbs up. Doe ook zeker thumbs up voor Shelly. Voor Schmelieke. Hé Shelly. Zeg thumbs up. En wij zien jullie morgen.